In Kortemark loopt kunnen de atleten vanmiddag kiezen tussen de 5, 10 en 20 kilometer. En ze zijn met veel, bijna 1600 deelnemers. Misschien wel nummer X, wie weet. Bij de V, ja, mag dat niet zeggen inderdaad. Want je hoort al niet zeggen. 3 maal 7 maal 3 plus 1. Dus tel maar. Het is dan ook genieten van de eerste lentezon, al is ze 5 kilometer soms langer dan verwacht. Mevrouw, hoe ging het? Goed. Ik weet niet als ik niks ben in mijn reeks. Er was nog een madametje voor, maar ik weet niet van welke leeftijd. Dus het is al wacht, nee. We hebben alles in die tijd, dus dat is al zwaar. Dus ja, we hebben dat een beetje op onze tanden moeten bijten, maar het is goed verlopen, denk ik. Mens sana in corpore sano, als je dat verstaat, dat is Latijn. Een gezonde geest moet een gezond lichaam nodig hebben. En daarom heb ik dat gedaan. Ja, het ging over 60 jaar beter dan nu. Ik kostte dat ook met een kart. En nu moet ik het nog verder doen. De 10 kilometer wordt gedomineerd door Kenneth van den Driessen. Hij loopt ijzersterk en wint in 31 minuten en 6 seconden. Een nieuw wedstrijdrecord. Binnen 7 weken test Europees kampioenschap op duathlon. Daar hoop ik een eerste keer echt wel al heel goed te zijn. En vandaag was dat een test. Dus ik weet wat nu kan op een 10 kilometer, wat ik kan verwachten. En ja, we zien wel. Achter de winnaar ook enkele plaatselijke vedetten, zoals Francesco van der Jeugd, de burgemeester van Staden, en Louis Talpe. Ik sport 4-5 keer per week en ik maak er echt absoluut tijd voor. En als je dan gevraagd wordt om naar Kortemark te komen, natuurlijk naar mijn geboortedorp, dan laat het mij graag uitdagen. Ik ben binnen een uur en ik ben wel tevreden, want mijn conditie is wat achterop geraakt met het onregelmatige leven. Dus ik ben blij dat ik hem heb uitgelopen. Bij de dames gaat de overwinning naar Charline van Esten. En op de 20 kilometer staat er geen maat op Stijn Fientsjoen. Hij wint voor de vierde keer op rij.